Goedendag allemaal, mijn naam is Evert ten Apel en naast mij zit oud-international Jurie Mulder. Ja, oud-international, dat klopt Evert. Dankjewel. Het belooft een interessante wedstrijd te worden tussen Heerenveen en FC Groningen. De thuisploeg, Jurie. Ja, en nu? En meteen al een vrije trap. De Roon. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Oet! Over! Ja, maar je ziet zijn houding is niet goed. Hij leunt veel te veel achterover. Oet. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Ze krijgen een ingooi. Ze vechten om de bal. Zo, die laat er geen gras over groeien. Meteen een overtreding. De bal gaat over de lijn. Antonia. Sherry. Die gaat uit, het is een inworp. Slagveer! En hij komt zijn doel uit voor de redding. Ja, maar je moet zoiets in een fractie van een seconde beslissen. En het was een goede beslissing. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Die bal gaat ver naast, zwak geschoten zeg. De Roon. Ingooi. Sportclub Heerenveen weet als geen andere Nederlandse voetbalclub wat driemaal in scheepsrecht betekent. Ja, de Friese hadden drie finales nodig om de KNVB-beker te winnen. En in 2009 was het dan eindelijk zover. Sherry. Kieftenbelt. Van den Berg. De Roon. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog voor buitenspel. Over de lijn inworp.
Ja, de bal goed voorgegeven. Wie loopt er tegenaan? Wat? Met die tackle herovert hij de bal. De scheidsrechter heeft iets gezien en fluit. De afstand en de positie waren ideaal voor een vrije trap, maar die bal gaat er niet in. Nee, en het was een goede mogelijkheid om te scoren. De scheidsrechter fluit voor een vrije trap. Prima actie van de doelman. Bal is over de lijn inworpen. Kappelhof. Heeft de bal terugveroverd. Maakt zich wellicht al. Ja, en nu? Hij neemt hem. En dat is raar. Een keurige boogbal. Net over de keeper en onder de lat. Mooi uitgemeten. Technisch heel goed gedaan, Evert. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Cherry. Geslaagde defensieve actie en het spel gaat de andere kant weer op. Goed plan van de aanvaller, maar de verdediger had hem door. En die actie wordt beloond met balbezit. De Roon. Met die ingreep voorkomt hij zeer waarschijnlijk een doelpunt. Petje af hoor. Van den Berg. Prima redding van de keeper natuurlijk. De scheidsrechter fluit voor de rust bij een stand van 1-0. Tot nu toe valt er niet veel te beleven in deze wedstrijd. Er is afgetrapt voor de tweede helft. Cherry. Hij is erdoor. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Laat zich niet onderuit halen. Over de achterlijn, hoekschop. Wat een snelheid. Een schot. Dat is een hoekschop. Daar gaat hij. Dat scheelde maar een fractie.
Hij krijgt hem op de slot. Bal gestopt, maar komt terug. Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. De coach heeft nu een andere tactiek bedacht. En terecht zou je denken, want zijn ploeg stond achter en dan moet je wat doen. Ze strijden om de bal. De doelman mag een doeltrap nemen. Laat zich niet uit balans brengen door die sliding. Goed gedaan van de doelman. Wat een gevoel bij die aanname. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Kieftenbelt. Brengt de bal terug in de ploeg. Ja, dat is uitstekend gedaan van de keeper. Hij heeft de bal klem vast. Hij herstelt zich en heeft de bal weer. Slagveer. Voorzet en dan. De bal wordt aangeraakt en gaat uit. De coach kiest in de tweede helft voor vers bloed. Hij wil meer actie zien en dus moest er iets gebeuren. Die aanvaller had boze plannen, maar daar steek je een stokje voor. Goed gedaan. Gaat dit hem worden? De bal is voor de keeper. Hij schiet. Ai, dat is jammer. In plaats van 2 doelpunten voorsprong blijft het verschil nu maar 1 goal. 1 doelpunt tegen en ze staan weer gelijk. Maar ja, het blijft wel spannend zo. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Ze krijgen een ingooi. Sherry. Hij herovert de bal met zijn tackle. Gaat hij het nu doen? Kijk nou, het gevaar blijft. Ongelooflijk hoor. Hij laat zijn grote kwaliteit zien met deze actie. De keeper mag hem dankbaar zijn. Antonia. Hij is er door. De bal rolt ongehinderd door. Schiet! Score! Kieftenbelt. Hij
Hij stormt zijn doel uit en maakt de aanval op die manier erg moeilijk. Prima redding hoor. Ja, en gewoon zonder te twijfelen op die man af, hè. Die komt er met de bal uit. En die actie wordt beloond met balbezit. Ja, en nu? Hij heeft een sterk schot in de benen. Er wordt vervangend personeel ingebracht. We hebben nog maar 3 minuten aan reguliere speeltijd. Loeihard, een gevaarlijke situatie. Wat een vaart. Het schot smoort ergens in de verdediging. Kieftenbelt. We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke positie. Hier moeten ze iets mee doen. Nou, scheids, die muur is toch behoorlijk naar voren geschoven. Ze proberen wat naar voren te komen met die muur, maar de scheidsrechter heeft het gezien, hoor. Kieftenbelt. Niet slecht, dat zou echt een briljante goal zijn geweest. De scheidsrechter maakt een einde aan de wedstrijd. Hij doet dat bij een stand van 2-0. Wat vind jij ervan, Juri? Nou, dit is een duel dat is altijd heel erg beladen. En als je dat dan weet te winnen, dat is dan wel lekker voor het zelfvertrouwen. Wat een fantastische potvoetbal. Tot de volgende keer. Dit was Evert ten Apel.